Ruud Hondenbrink verdedigde 15 jaar de kleuren van voetbalclub Oranje Nassau. Hij neemt afscheid van het eerste elftal en gaat verder in het derde. Hij kreeg van het bestuur een afscheidswedstrijd aangeboden. Wat heeft Oranje Nassau voor jou betekend in de loop der jaren? Nou, Oranje Nassau betekent voor mij heel veel. Ik ben hier in de jeugd begonnen. Ik heb hier heel veel vrienden. Ik hou van het spelletje en van de vereniging. Het is gewoon mijn clubje. Nou ben jij niet een jongen die graag in de belangstelling wil staan. En toch vanavond deze afscheidswedstrijd. Het is wel bijzonder. Want we hoorden net dat het 12 jaar geleden is dat er voor het laatst een afscheidswedstrijd is gespeeld bij Oranje Nassau. Ja, dat geeft misschien aan wat ik heb betekend voor de vereniging. Daar ben ik ook helemaal niet bewust van in al die jaren. Je voetbalt gewoon met veel plezier. En ja, dan heb ik afgelopen seizoen mijn afscheid aangekondigd. En ja, dan komen ze met de afscheidswedstrijd. Dat is gewoon geweldig. Toch niet een klein beetje heimwee nu al? Heel eerlijk gezegd, wel een klein beetje. Maar dat gaat ook wel weer over. Als het niet goed gaat, kunnen ze nog een beroep op je doen? Ik train dit seizoen sowieso nog 2 keer in de week mee met de eerste selectie. Daarnaast voetbal ik in de derde. Dus helemaal weg bij de vereniging ben ik niet. En mocht de nood aan de man zijn, dan ben ik beschikbaar. Je bent ook populair bij je nichtjes en neefjes, hè? Ja, klopt. Die zijn ook uitgenodigd. Die zijn pupil van de week vandaag. Die mogen de aftrap verzorgen. En ja, voor die kinderen is het ook een geweldige ervaring, denk ik. Timme, vertel eens. Wat doe jij altijd met oom Ruud? Voetballen. Voetballen, ja. En wat doe jij, dat is jouw broertje, en wat doe jij dan met oom Ruud? Voetballen. En wat doe jij met oom Ruud? Ook voetballen. Wat doe jij met oom Ruud? Voetballen. Spelletjes spelen.